Nogal een band daar. Rob Mostert met Hammond Group. Rob, iedereen klaar daar? Volgens mij zijn we klaar, ja. Voor een Zwarte Lijst Classic. Dat was voor jou niet zo moeilijk, want deze heb je wel eens vaker bij ons gespeeld, weet ik. Welke gaat het worden? The Cat van Jimmy Smith. Ja. Ja. Nummer 695. Speel je hem in dezelfde toonsoort, Rob? Ja. Oh, sorry. Ik vind dat het leukste als ik mensen een beetje in verwarring kan brengen. Want dat is bij deze dan niet helemaal gelukt. Ja, maar je kan toch sneller. Volgende keer moet je de pitch net een beetje omhoog gooien. Dat, ja, dat is wel leuk. Ja. Luister mee naar die extra blazersectie. Efraim Trujillo, Michael Rurby en Michael Simon. En verder hoor je John Klaver op gitaar. Chris Strik als drummer. Charlotte niet. Die zit hier nu tegenover mij. Die hoorde je daar straks, Charlotte Coppola, de zangeres. En natuurlijk de man achter het Hammondorgel met die gierende Leslie daarnaast. Rob Mostert met zijn Hammond Group in de Zwarte Lijst Classic. Dit is The Cat. Hammond Group hoorde je live hier bij ons in de studio. Rob, en ik kan nu zeggen mannen. Ja, want Charlotte kan ik gewoon hier aanspreken. Die zit hier tegenover me. Dank jullie wel allemaal. Graag gedaan. Tof dat jullie er waren. Ga ze zien binnenkort dus. Breda Jazz en het Speelhuis in Helmond. Jazz in Duketown Den Bosch. Sowieso een leuk festival. En daar staan ze dus ook. Daar gaat die Hammond weer achter in dat busje volgens mij. Och, wat een werk is dat toch altijd. In de truck. Wat een bakbeest. Jongen.